Nederland telt zo'n 500 strafrechtadvocaten. Zij staan mensen bij die van een misdrijf worden verdacht. Wat zijn strafpleiters voor mensen? Zijn het letterlijk advocaten van kwaaie zaken? Gewetenloze graaiers in maatpakken? Of vormen ze juist het broodnodige tegenwicht op de weegschaal van vrouwen justitia? Hoe ver gaan ze in het contact met hun cliënten? Hoe diffuus zijn de rafelranden van het recht? En kun je eigenlijk een spin verdedigen zonder in zijn web verstrikt te raken? In Kijken in een Ziel praten 11 toonaangevende strafpleiters de komende 6 weken over hun vak en over zichzelf.